Onzekere tijden voor SV Hattert. Er is geen nieuwe locatie voor de club beschikbaar en dat bedreigt zelfs het voortbestaan. SV Hattert voelt zich bedrogen. Ze moeten verhuizen, maar er is geen nieuwe locatie voor de sportvereniging. De gemeente weigert compensatie en dus staan ze voor een onzekere toekomst. Als de vereniging geen nieuwe locatie kan vinden, houdt deze na 95 jaar wellicht wel op te bestaan. Deze beslissing schokt de oude sportgemeenschap. Wij moeten hier verdwijnen vanwege woningbouw. Overigens vinden wij dat prima. Wij dienen daarmee een hoger doel. En voor dat hoge doel willen we best verkassen. Maar er staat wel iets tegenover. Wij vragen niet om geld. We vragen compensatie dat zij ons een locatie met banen en een clubhuis bieden. Ik heb al vaker gezegd van dat wij als gemeente niet zomaar een sportpark kunnen faciliteren voor heel veel geld. Het is gemeenschapsgeld. En er zijn heel veel voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Wilden zij recht maken op een nieuw sportpark? En daar voldoen zij niet aan. De vereniging heeft een businessplan ingediend bij de gemeente. Maar deze mist nog een financiële paragraaf. Volgens de sportclub kan dat pas geschreven worden nadat ze een nieuwe locatie toegewezen krijgen. Om de club gezond te houden. Financieel gezond houden, dat is het op dit moment ook nog gewoon. Dus, en we komen op om voor de mensen die hier meer dan 350 leden die we hebben, om die met elkaar afleiding en ontspanning te geven. En we hebben echt alles onderzocht en financieel, juridisch en ruimtelijk, hè, of er ergens een plek was. We hebben echt alles onderzocht om gewoon een gewogen afweging te kunnen maken. Ja, en deze beslissing heb ik gewoon helaas moeten nemen. De gemeente heeft gekeken naar nieuwe locaties en andere manieren om de vereniging te compenseren. Kijk, het feit is gewoon dat de gemeente ons zwart op wit, dat heb ik gewoon zwart op wit, een aantal toezeggingen heeft gedaan, maar ook verwachtingen heeft gecreëerd. En nu zegt de gemeente van de ene dag op de andere, nadat we al vanaf mei vorig jaar daar in gesprek over waren, van we gaan niet compenseren, we pakken gewoon jullie eigendommen. En je stopt maar met tennis. En ja, hallo, dat bepaalt onze ledenvergadering wel of we stoppen met tennis. Niet de gemeente, we bemoeien eigenlijk mee. Hey, het lef. Er is genoeg tennisaanbod in Nijmegen-Zuid. Er zijn andere verenigingen daar binnen een straal van 3 kilometer die genoeg tennissers nog kunnen gebruiken. Dus er is genoeg tennisaanbod. Dus om daar nog een keer een sportpark voor aan te leggen. Ja, juridisch is het lastig, maar ook nog een keer van ja, is het wel nodig? Want we kunnen het, het gemeenschapsgeld maar 1 keer uitgeven. Samen bouwen en samen wonen. Als collectief particulier opdrachtgeverschap geef je als gelijkgestemde groep de opdracht om huizen te bouwen. Duurzaam bouwen en leven staan vaak centraal binnen een CPO. Het CPO-platform organiseerde gisteravond een inspiratieavond voor geïnteresseerden in deze woonvorm. Vaak hebben mensen helemaal geen kennis van bouwen en weten niet hoe dat allemaal zit met procedures. Dus dat je dat allemaal gezamenlijk gaat ontwikkelen. Dat schept ook een band, een sociale band. En die wil je ook hebben om te bereiken dat je in de toekomst een beetje oog voor elkaar hebt. En mooi, duurzaam, cohesieachtig kunt samenwonen. Dat... Enige duizenden mensen in Nederland, misschien wel tienduizenden mensen in Nederland, wonen op de een of andere manier gemeenschappelijk, waarin ze dingen delen. En heel vaak vinden mensen het belangrijk om samen gezelligheid te delen. Maar gelukkig ook om samen duurzamer te leven. Het starten van een CPO is een ingewikkeld en vooral heel lang proces. Nou, je start als CPO natuurlijk met je idee en een visie. Wat wil ik gaan bereiken? En vervolgens is het zo dat je of zelf een pand zoekt of een stuk grond zoekt en koopt. Of dat jij je oriënteert op datgene wat de gemeente aanbiedt. Wij van de Getijden hebben er bijvoorbeeld 7 jaar over gedaan voordat we daadwerkelijk konden gaan bouwen. En toen nog eens een keer 2 jaar bouwen. Dus je moet een stuk grond vergaren. Je moet procedures rondkrijgen. Je moet een architect zoeken. Je moet een aannemer zoeken. Je moet het met elkaar eens zijn over wat en hoe je wil bouwen. Maar ondanks het lange proces is voor veel mensen gemeenschappelijk en duurzaam wonen toch een hele aantrekkelijke woonvorm. Maar wat ik heel veel hoor is dat mensen samen duurzame spullen gaan delen. Maar ook kleine huishoudelijke gebruiksvoorwerpen. En ik moet je zeggen dat het mij ook wel schokte toen ik me realiseerde van nou, ik heb eigenlijk alles
voor mezelf, alles in mijn eentje. Je woont samen met mensen, je hebt oog voor elkaar, maar je kunt ze ook vrij laten. Maar je hebt een aantal gemeenschappelijke voorzieningen en dat ligt aan het CPO. Sommige mensen hebben gezamenlijke auto's. Wij hebben een gezamenlijk logeerappartement en een gezamenlijke tuin. Dus naast de gezelligheid, het contact van mensen om je heen, vind ik het ook ontzettend belangrijk om duurzamer met elkaar om te gaan. En dat is ook een belangrijke doelstelling van de mensen die in de woongemeenschappen zitten van mijn organisatie. Donderdagavond tegen middernacht is het Bastion Hotel aan de Neerbosseweg in Nijmegen overvallen. Het gaat om een gewapende overval. De dader is er met een geldbuit vandoor gegaan. De politie doet onderzoek naar dit incident. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de dader dreigde met een vuurwapen. De politie was snel te plaatsen in zware kogelwerende vesten. De politie heeft ter plekke nog gezocht naar de dader, maar deze niet gevonden. De man is gevlucht op een scooter. De politie is op zoek naar een lichtgetinde man van eind 20 jaar oud, 1,90 meter lang. De man droeg een lege groene trui met capuchon. De politie verzoekt de man niet zelf te benaderen, maar direct 112 te bellen. Een man van 60 uit Nijmegen is afgelopen najaar mishandeld in Zwolle. Dit gebeurde na een pro-Palestina demonstratie in die plaats op 4 november. De betoging trok honderden bezoekers. De politie zoekt er twee op verdenking van betrokkenheid bij deze mishandeling. Een van de verdachten die de politie zoekt droeg tijdens het incident een Syrische vlag. Hij gaf de Nijmegenaar van achter een vuistslag tegen het hoofd. Vrijwel meteen erna deelde een tweede verdachte een beuk aan de man uit. De man liep een hersenschudding en diverse kneuzingen op en moest zich laten behandelen door een arts. Ook hield hij een afgebroken tand aan de mishandeling over. Een plek waar alles draait om gezondheid en beweging. De gloednieuwe Gelenberg in Druten is vandaag officieel geopend. Het duurzame sportcentrum is de vervanger van het verouderde zwembad de Gelenberg en de oude sporthal de Heuvel. In het nieuwe sportcentrum kan iedereen terecht voor de nodige beweging, van babyzwemmen tot seniorengym. Na een lang traject van zo'n 10 jaar kan Druten nu genieten van een complex waarvoor iedereen wel iets te vinden is. Nou ja, weet je kunt zich gek niet bedenken of het zit hierin. Het grote voordeel is dat we vanaf het begin af aan, niet alleen de vereniging, maar ook toekomstige gebruikers, ook de KOM, de school van mindervalide, betrokken hebben bij het programma van eisen. Ja, dat betekent gewoon als je daar helemaal vanaf de voorkant iedereen erbij betrekt, dat je dan ook later niet voor verrassingen komt te staan. Ja, wat moet je dan denken? Dan moet je denken aan douchestoelen, je moet denken aan een tillift, je moet denken aan extra brede perrons voor rolstoelen. Alle voorzieningen die je nodig hebt om ook mindervalide mensen prettig en goed te laten sporten, die zitten erin. Waar de wethouder bijzonder trots op is, is de turnhal. Ja, dat is natuurlijk ook een van de wensen van een van de verenigingen. Ook een grote wens van de gemeente Druten. Om ervoor te zorgen dat je ook het palet van sport ook wat uitbreidt. Misschien ook wel in kwaliteit. En ja, daar staat een prachtige klimwand, die ook in samenwerking met het Pax Christi College daar is geplaatst. Ja, dat is gewoon de sport van de toekomst. Ja. Ook het vernieuwde zwembad is weer een warm bad. Dat houdt in? Dat we eigenlijk voor ieder wat wils hebben. Dus echt voor de babytjes, de peuters, de kleuters. Kinderen die leren zwemmen, kinderen die kunnen zwemmen, jongeren die willen blijven zwemmen, een waterpoloclubje. We hebben hier een prachtige beweegbare bodem, zowel in het instructiebad waar het water verwarmd is, als in het wedstrijdbad. Ja, we hebben heel breed aanbod. Als je van water houdt, ben je bij ons welkom. Okay. Zijn er nog ook ideeën voor de toekomst? Nou, toevallig viel vandaag het woord basketbal ook al een keer. Dus eigenlijk, ja, je kunt het zo breed maken als je wil. In de hele bouw is ook al rekening gehouden met het een en ander. Zeker met de huidige vereniging is heel erg rekening gehouden. Kijk, ook inderdaad in het zwembad is al rekening gehouden met eventueel bijvoorbeeld waterpolo-opties. Dat is iets wat er nu niet is, maar daar is wel rekening mee gehouden. En dan denk je alleen aan de goaltjes, maar we hebben ook leidingen aan de zijkant staan. Waardoor ik echt concreet inderdaad dadelijk een activiteit kan plaatsvinden. Dus vandaag de start en de bedoeling is dat het een breed scala wordt aan activiteiten en uitbreiding van soorten sporten? Ja, dat klopt. Inderdaad. Uiteindelijk wordt het gewoon een complete accommodatie waar alles mogelijk is. Zowel sport als je ziet het in de horeca, ontspanning. En dat mag mooi samenvloeien dadelijk. De eerste gasten waren vanmiddag al direct welkom. De kassières zitten er klaar voor.
Na een grijze dag gaan we een zachte nacht tegemoet. Door de bewolking en wind zal het nauwelijks gaan afkoelen en blijft het vannacht zo'n 9 graden. Morgen zal ook grijs en zacht verlopen. Een enkele bui is daarbij niet uitgesloten, maar in onze regio blijft het wel grotendeels droog. En het wordt daarbij morgen zo'n 11 graden. De zondag verloopt net zo, maar dan is de kans op een bui iets groter en valt er ook wat meer. Maandag start de nieuwe week met wat wisselvallig weer. Met iets minder buien en iets meer zon bij een aangename 13 graden. Tot zover het RN7 regionieuws van vrijdag 2 februari. Nu op RN7 zie je weer een nieuwe NIC-update. Maar daarin, hij is terug, Selat Sol bij NIC. En wij zijn maandag weer terug met een nieuwe uitzending. En dan zijn we onder meer bij het 60-jarig jubileum van een bijzondere carnavalsvereniging. Ik zeg een heel fijn weekend en graag tot dan.